Stichting Ypsilon Suriname heeft gisteravond een gesprekavond georganiseerd met als thema de ontwikkelingen bij het opzetten van de eerste herstelacademie in Suriname. De inleider was Wilma Boefink, die tientallen jaren geleden ook was opgenomen in een psychiatrisch centrum in Nederland. Zij deelde haar ervaringen met de aanwezigen. Daarnaast haalde ze aan dat een herstelacademie nodig is, zodat mensen met een psychisch probleem de diagnose kunnen ontgroeien en een eind kunnen brengen aan hun psychisch lijden. Het eerste wat volgens Boefink daarvoor nodig is, is een herstelplek. Om die op te zetten kan er volgens haar gerekend worden op donatiegelden. In Nederland wonen heel veel rijke mensen. Het is allemaal betrekkelijk, ik weet het, maar er wonen heel veel rijke mensen. En ik denk, van die rijke mensen, wat missen zij als ze 2000 euro schuiven? En als ze nou, als dat maar 100 doen, dan hebben we al gigantisch veel geld geworven voor het vervolg. Voor een eigen plek, voor een herstelacademie, voor meer materiaal, voor salarissen voor ervaringsdeskundigen, voor de inrichting van de plek, een fijne zitbank, lekkere kussens, mooie kleuren waar je kunt herstellen, waar je getroost wordt, waar je warmte ontvangt, waar je even kunt zijn, omdat je even weg moet thuis, maar je wil niet opgenomen worden. Verder zegt Boefink, die optreedt als ervaringsdeskundige, dat herstel niet gericht is op een eindresultaat. Het gaat volgens haar erom dat patiënten met psychische problemen ontdekken wie ze zijn. Zoek naar manieren om rondom de kwetsbaarheid aanpassingen te treffen, steuntroepen te zoeken. Misschien voor een deel dat wat nu niet gaat, straks wel te kunnen. Maar we willen niet vastgepind worden op een eindresultaat. We willen worden wie we zijn met alles wat we in ons hebben, ook aan kwetsbaarheid enzovoort. Maar pin mij niet vast op dat ik straks president van, ik zal niet zeggen Suriname, maar van Amerika moet worden. Dat wil ik helemaal niet. En misschien, kijk, die psychose gevoeligheid die blijft. Dus laten we het niet meer hebben over eindresultaten. Het gaat om het uitvinden wie je bent. En worden wie je bent, dat is al genoeg. De Nederlandse ervaringsdeskundige Wilma Boefink. Zij sprak gisteravond tijdens de gesprekavond van Stichting Ypsilon over het opzetten van de eerste herstelacademie voor personen met psychische aandoeningen. De gesprekavond is gehouden in De Mantel.